I can feel the morning sunlight. I can smell the newborn hay. I can hear the voices calling from my golden scalabre. All together now. Una paloma blanca. Hey! I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca. Over the mountains I fly. No one can take my freedom away. No one can take my freedom away. Hey! Da 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 da. One day I had my share of losing. One day locked me on a chain. Yes, they tried to break my power. Oh, I still can feel the pain. When the sun shines on the mountain and the night is on the run, it's a new way, it's a new day, and I fly up to the sun. All together. Una paloma blanca. Very good. Hey! I'm just a bird in the sky. And again. Una paloma blanca. Over the mountains I fly. No one can take my freedom away. No one can take my freedom away. Hey! Wel, ik mag zeggen, ik mag mij gelukkig achten omdat mijn muziek wordt geweldig geapprecieerd. En mijn muziek is ook heel uiteenlopend. Dat gaat van de alledaagse liedjes, van de klassieke liedjes van vroeger, de meezingers, tot de kleinkunstliedjes. En dan mogen we hier in Antwerpen zeker niet vergeten de Wallis van der Velde, dat dus een icoon in Antwerpen is. Spijtig genoeg is onze Wallis er niet meer. En daarmee dat ik er straks ook het liedje bracht. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen, dat iedereen kent. En dan speciaal hetgeen dat ik u voor JTV ook gebracht heb van Kom met Facetta Mametta. Als uw moeder u gemaakt heeft, gelijk dat de Wallis zou zeggen, als haar moeder haar gemokt heeft. Hé, voilà. Dus dat is een prachtig liedje, een Napolitaans volksliedje met vertaling door de Wannes. En wat de Wannes vertaalt, dat is zuivere poëzie van de bovenste plank natuurlijk. Hè. Eer wie hier toe komt. No more, do I see the starlight caress your hair. No more, feel the tender. Their kisses we used to share. No more do I feel the touch of your hand on mine. No more see the love light making your dark eyes shine. I close my eyes and clearly my heart remembers a thousand goodbyes could never put out the ember. Oh, well, I wish I never had caused you sorrow. But don't ever say for us there is no tomorrow. Ja, 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 dat klopt. Al naar gelang de liedjes die ik breng. In die liedjes kun je natuurlijk je eigen emotionaliteit, je eigen gevoel inbrengen. En de mensen ervaren dat ook zo. Bijvoorbeeld, ik heb het liedje ook gedraaid, waarover dat u het daar straks had. Una Paloma Blanca, een liedje van de George Baker Selection, een Nederlandse groep. Prachtig liedje, van in mijn jongere jaren, zal ik maar zeggen. Maar daarbuiten heb je ook La Paloma, het meest bezongen liedje en in de meest verschillende talen vertaald over heel de wereld. En dat is nu, de twee liedjes hebben een andere emotionaliteit en al naar gelang
van het liedje brengt je dus je eigen gevoel, je eigen emotionaliteit erin. En daarmee elk liedje draait je ook niet op, op dezelfde manier. Dus met een andere onderbreking, met een andere emotionaliteit. En de mensen voelen dat ook en die komen dat ook speciaal zeggen. Net zoals u met dat hebt komen zeggen. Dus een eerlijk gevoel zou ik zeggen. Ik zou zeggen, straatmuzikant, dat is waar. Maar het woord straatmuzikant, spijt genoeg, wordt door de mensen nog ervaren als van, je staat daar nog wat te zingen. Maar natuurlijk, alle dagen brengt je niet hetzelfde soort muziek. Ik zit bijvoorbeeld dus met volksliedjes, maar ik zit evenzeer zo met kleinkunstprogramma. Maar ik gebruik zelf het woord kleinkunst niet graag. Ik noem het verhalende liedjes. En die verhalende liedjes zijn onder andere liedjes van Johannes van der Velde, Willem Vermanderen, Raymond van het Groenewoud, Jacques Brel, Het Dorp van Wim Sonneveld, de medley van Edith Piaf, dat ik u ook gebracht heb. Dus het is zo uiteenlopend. Ik heb nu een paar zangers opgenoemd en zangeressen, maar eigenlijk de tijd is te kort om ze allemaal op te noemen, maar je hebt er zoveel hier. En als je dat soort muziek dan brengt, u hebt het zelf meegemaakt hier in Antwerpen, hoe enthousiast dat de toeristen, dat de mensen van Antwerpen zelf dus reageren. Maar dat soort muziek kun je niet altijd brengen. Daar moet je het juiste moment voor afwachten. En dat je zegt, nu voel ik, dat is een wisselwerking van het moment met het publiek. Dan zeg ik, nu voel ik dat ik dat verhalend liedje kan brengen. En dan is de luisterbereidheid ook aanwezig om het ten volle tot zijn recht te laten komen.